Er is in Nederland een aantal kunstexperts. Die zijn degene die vooral moeten beoordelen of een werk vals is of authentiek is. Taxateurs. Taxateurs. Want een expert, dat is niks. Dat is breed. Ja, dat heeft geen rechtsgelding. Kijk, als je beëdigd bent of register zoals dat heet, dan als ik mijn handtekening onder een rapport zet, en dan sta ik daar ook achter, dan heeft dat ook enige rechtsgeldigheid. Een expert die een certificaat schrijft, kan je meteen verscheuren. Dat is een interessant gegeven, want er zijn handelaren die certificaten uitdelen bij schilderijen. Ja. Volstrekt waardeloos. Op het moment dat het woord certificaat gebruikt wordt, moet je achterdochtig worden. Moet ik dan dus naar de grote veilinghuizen gaan? Of naar, nou, daar heb je meer zekerheid, En dan nog is er geen garantie dat alles goed is. Dat ook Christie's en Sotheby's maken fouten. Als je nou bijvoorbeeld kijkt bij Christie's hier in Amsterdam op een aantal afdelingen, of bij Sotheby's in Amsterdam op een aantal afdelingen, daar werken een aantal hele jonge mensen die nog geen 30 zijn, die hebben nog niet zoveel ervaring, maar die worden wel expert genoemd. Dus waar zit volgens mij vaak het probleem, is dat expert, iedereen mag zichzelf expert noemen. Jullie mogen jullie zelf ook expert noemen. Dus het is geen beschermde titel. En daar gaat het vaak mis. Dus dan denken mensen van, bij Christie's of Sotheby's zullen daar wel mensen rondlopen die alles weten. Mm-hmm. Omdat ze veel gezien hebben of omdat ze al bij andere veilinghuizen gewerkt hebben. Maar ja, als je 28 bent of 29, dan kan je dat niet verwachten van mensen. Nee. En die komen net kijken. Ja, die mensen maken fouten. En die mogen ook fouten maken, want anders leer je het niet. Kunt u er eentje Ik heb hier bij Christie's. En daar staat een schilderij in van de kunstenaar Floris Verster. Een kunstenaar waar ik zelf ook wel redelijk wat onderzoek naar gedaan heb. En wat ik hier interessant aan dit voorbeeld vind, is dat het een werk is waarvan je weet, als je onderzoek doet, dat het eigenlijk niet van hem kan zijn. Want hoe kun je weten dat het niet van hem is? Nou, in dit geval van deze kunstenaar is een oeuvrecatalogus die tijdens zijn leven door de kunstenaar zelf en zijn vrouw is samengesteld. De kunstenaar is overleden in 1928. Of 1926, nu maar 27, sorry. En die catalogus is uit 1927. Die is wel gepubliceerd nadat hij overleden is, maar hij heeft daar nog aan meegewerkt. Het is een werk op papier, het is waterverf met gouache. Het is gedateerd 1921. Nou, in deze catalogus staat bijvoorbeeld geen enkel werk na 1910 wat op papier is. Ah, ja. Ik denk dat dit een heel aardig voorbeeld is van een vervalsing tijdens zijn leven. En nogmaals, dit is zo vrij duidelijk dat ik vind dat een veilinghuis als Christie's zo'n werk niet had mogen veilen. Want ze lezen dit toch ook, zou je zeggen? Ja, dat zou je zeggen, maar daar twijfel ik altijd aan of ze op zoveel boeken lezen, de jongens en meisjes bij de veilinghuizen. Veilinghuizen, zeker deze, hebben altijd jongens en meisjes gehad van adel. Ik bedoel, gedegenereerde adel die niet wou deugen en die vervolgens keurig naar Sotheby's en Christie's werden gestuurd. Ja, zo is het. Ik bedoel, dat klinkt misschien heel flauw, maar zo was het altijd. Hè. Er was er altijd eentje die niet wou deugen. Weet je wat, ga jij bij Christie's en Sotheby's werken? Ze geven het toe, misschien niet voor camera, dat ze mensen aannemen, niet op hun kwaliteiten, maar omdat ze een collectie achter zich hebben. Omdat hun familie een belangrijke collectie heeft. En doordat ze die mensen aannemen, binden ze als het ware die collectie aan zich. Dat is een reden bijvoorbeeld om mensen aan te nemen. Dus je moet er natuurlijk ook niet van denken van bij Christie's and Sotheby's nemen ze de top aan van de experts. Want die lopen er gewoon niet rond. Maar dit werk staat in de catalogus voor 5.000 tot 7.000 euro. Is verkocht voor 12.000 euro. Dus er hangt nu iemand met een Verster waarvan ik denk, mijn goedkeuring heeft hij niet. Ik heb Christie's nog even gebeld, maar daar zeggen ze dat het hartstikke echte soort schilderij. Oh ja? Maar het staat niet in de oeuvrecatalogus. Ja, maar dat betekent niet zoveel, zeggen ze. We hebben nu zo'n beetje iedereen gesproken in die kunsthandel. Maar nog steeds niet een vervalser. Daar moet er toch genoeg van zijn. Nee, maar dat zijn over het algemeen niet de makkelijkste praters natuurlijk. Nee, dat snap ik, maar toch. Er is er één die wel wil praten, dat is Geert-Jan Jansen. Zeg maar wel wat. Dat is een oud meestervervalser, niet oude meestervervalser, maar een ex-meestervervalser. Die heeft heel veel gemaakt. Toen is hij op een gegeven moment opgepakt, heeft ook vastgezeten. En is inmiddels heeft hij zijn leven gebeterd. Hij schildert nog wel, maar zet er nu zijn echte naam onder. En kan hij ons ook uitleggen hoe dan al die valse werken in die kunsthandel terechtkomen? Dat lijkt me wel. Als iemand dat weet, is hij het. Is er ook wel eens werk van u bij een van de grote veilinghuizen geveild? Ja, wel meer. Dat zijn jaren geweest dat ik elke
veiling van moderne kunst, dat er wel een appel van mij bij zat. En in Londen ook, hoor. Nee, die werden allemaal goedgekeurd. En die gingen dan toch tegen flinke prijzen van de hand? Ja, gewoon bijbehorende prijzen. Kunnen mensen hier het idee van hebben dat het een echte Picasso is? Ja, ja, ja. Dat hebben ze ook wel, ja. Dat hebben ze ook wel. Ja, ik deed het meestal heel nonchalant. Dan vroeg ik van, wilt u eens even kijken, is dat iets voor de veiling? Dus gingen ze tegen mij, ik liet het hun echt ontdekken. En zeiden ze, ja, maar dat is een hele belangrijke tekening, eind jaren 30 van Picasso. En dat ging vaak zo makkelijk, dat ik ook al gauw durfde te vragen, ja, hoe kunt u dat nou zien dat het een echt is? Dat wilden ze best gaan uitleggen. En dat vond ik vaak heel interessant om dat te horen. En nuttig misschien. Ja, nuttig en leerzaam. Het is niet de bedoeling om het voor een echte Picasso in de handel te brengen. Mm-hmm. Het hout ziet er nog nieuw uit, het doek ziet er nog nieuw uit. Het is met nietjes gespannen, opgespannen. Dus dat zouden ook spijkertjes moeten zijn. Nietjes zijn dan pas een jaar of 10, 20. Dus ja. Daar verraad je het allemaal mee. Wil je proberen om het oud uit te laten zien? Mm-hmm. Als ik het wel voor een authentiek oud werk door wilde laten gaan, dan kocht ik op de rommelmarkt zo'n schilderij. Het is niet mijn zusje, maar het is natuurlijk heel erg om dat af te schuren en over te schilderen. En krijg je hem dan uiteindelijk helemaal kaal? Nou, dat hoeft niet. Het wordt in de kunsthandel eigenlijk heel weinig onderzocht. Dus voordat er een röntgenfoto gemaakt wordt, is het al 5 keer verkocht geweest, denk ik. Dan doe je er gewoon weer een nieuwe grondlaag overheen. Ja. Want dit zijn allemaal oude doekjes, zoals u net liet zien. Ja. Ja, meestal is de kunsthandel dan heel blij als het echt een goede kwaliteit is. Met zo'n schilderijtje. Dan hebben ze iets ontdekt en stellen, dat is mijn ervaring, niet te veel vragen meer. Ja, is dat zo? Dan... Ja. Soms zie je ze wel eens denken, nou ja, als ik dit in de verkoop neem, hoe groot is de kans op gedonder na afloop? Als ze denken, nou, dat valt wel mee, dan durven ze dat wel aan. Dus ze schatten het risico in, dat is een afweging. Ja, dat zeggen ze niet hardop, maar dat dacht ik wel eens, ja. Wie is nou, zeg maar, de schuldige ervan dat zo eindeloos in de handel blijft komen? Er zijn natuurlijk mensen die wijzen naar mensen als u in hun vorig leven. Die vervalsers, die brengen al die troep op de markt. Ja, de vervalser die krijgt altijd de schuld. En de kunsthandel die was de handen in onschuld. Ik heb 6 maanden in huis van bewaring gezeten. En niet één kunsthandelaar, niet één expert, geen één veilingmeester. Terwijl ze allemaal toch wel min of meer medeplichtig zijn, vind ik. Ze hebben allemaal boter op het hoofd, de een wat meer dan de ander. Ze stellen niet te veel vragen. Door niet die vragen te stellen, weten ze het officieel ook niet. Er wordt heel veel niet gezegd in de kunsthandel, maar we weten het van elkaar echt wel hoe het is. Er zit ontzettend veel verschil tussen die omschrijvingen in die catalog hier, van die veilinghuizen. Mm-hmm. Want bijvoorbeeld toegeschreven aan. Toegeschreven aan. Toegevoeging toegeschreven aan is naar onze mening waarschijnlijk een werk van deze kunstenaar. Hier staat, een werk gecatalogiseerd als toegeschreven aan is naar onze mening een werk van deze kunstenaar. Nou ja, goed, het gaat nog veel verder. Als er nou staat Isaac Israëls, dan vinden ze het een echt werk. Maar als er nou staat I. Israëls, nou, dan zegt het ene veilinghuis dat is geen werk van Isaac Israëls. En het andere veilinghuis zegt, nou ja, wij zeggen dat ook een Isaac Israëls is. Dat is toch volkomen onduidelijk? Dus ja, moet je elke keer al die kleine lettertjes van die veilinghuizen doorwerken om te zien of dat klopt. Maar het is natuurlijk wel buitengewoon onhandig dat ze dat niet gewoon allemaal hetzelfde doen. Maar dat zou de TMV toch kunnen doen? Dat lijkt me een simpele klus. Dat lijkt me ook niet zo heel erg ingewikkeld. Ja. Je moet daar gewoon vaste omschrijvingen voor hebben. Toegeschreven aan betekent bij het ene veilinghuis dat gegarandeerd wordt dat het echt is. Bij de andere is het waarschijnlijk dat het echt is. Bij het derde veilinghuis wordt geen enkele garantie gegeven dat het dan echt is.
is daar niet een beetje eenheid in aan te brengen? We hebben prachtige richtlijnen, maar die zijn aanbevolen richtlijnen. En niemand houdt zich eraan, begrijp ik? Nou, heel veel mensen houden zich er wel aan, maar ja. Ik heb bij weinig veilinghuizen heb ik daar een eenduidig beeld in gezien. Bijna alle veilinghuizen hebben daar weer eigen ideeën bij. U kunt zich namelijk aan voorstellen dat een kunstkoper daar danig van in de war raakt en ernstig op het verkeerde been wordt gezet. Je moet altijd voorin even kijken wat... Natuurlijk. Hoe de omschrijving, dat veilinghuis dat bedoelt. Ik ben gisteren bij het ene veilinghuis geweest en vandaag kom ik bij de volgende. En het toegeschreven aan is dan een mindere graad van waarschijnlijkheid dan dat het gisteren nog was. Dat zijn toch dingen die je zou kunnen aanpakken? Ik moet zeggen, we hebben dat aangepakt. We hebben keurige richtlijnen daarvoor. Ja, maar niet dat wij zijn niet zo dat we allerhande verplichtingen opleggen. Waarom niet? Ja, dat is toch de vrijheid van ondernemen die we hoog in het vaandel hebben. Het lijkt mij buitengewoon ingewikkeld om een kunstkoper ervan te overtuigen dat dat een helder en duidelijk systeem is om aan te geven wat echt is en wat niet. Nou ja, misschien ligt daar nog een taak voor ons om dat nog wat meer naar voren te brengen bij de leden. Ja. Maar ik geloof dat toch de insteek van onze leden is om zo zuiver mogelijk de potentiële klant te benaderen. Dus duidelijkheid te verschaffen over de echtheid dan wel vermoedelijke twijfel. Dus echt duidelijk aan te geven wat we ermee te maken hebben. Zou het mooi zijn als ze dat allemaal in dezelfde taal zouden doen? Dat zou wel mooi zijn, ja. Ja. Raadt u eigenlijk uw leden aan om aangifte te doen als ze iets aangeboden krijgt wat overduidelijk vals is? We raden dat niet aan, omdat wij weten dat er niks meer gebeurt. Je komt met zo'n aangifte bij de politie en die zegt van, die kan daar misschien naartoe, maar dan moet hij, wat moet hij verder? U wilt heel graag dat justitie meer gaat doen. Ik kan me voorstellen dat u een actie opzet waarin u wel zorgt dat er x100... aangiftes komen, zodat justitie gedwongen wordt om daar eens wat meer aan te doen. Het is een beetje kip en ei verhaal, hè, natuurlijk. Als er geen aangiftes zijn, kan justitie niet veel doen. Oké, nou, is hiermee dan het probleem opgelost? Nee, denk ik niet, nee. Dat schiet volgens mij nog steeds niet op. Waar ligt het dan aan? Nou ja, je hebt de hebberige kunstkoper die toch denkt dat hij voor weinig geld een of andere mooie Rembrandt aan de muur kan hebben. Vergeet de kunsthandel niet, die een oogje dichtknijpt. Nou ja, en niet zoveel veel doet. Niet zoveel doet. En justitie die ook zegt dat ze niks kunnen doen. Dus dat is de heilige drie-eenheid van de valse gunst? Dat lijkt het wel op, jou. Leuk voor op een doekje. Volgende week in Jansen en Jansen. We gaan nu plastic apart inzamelen. Mijn beste jongen. De reacties die wij krijgen is gewoon positieve reacties. Mm-hmm. Het is een prachtige schaamlab om te zeggen van kijk, we doen toch wat. Dus ik heb zo'n stinkende bak op balkon staan en allerlei andere gemeentes worden niet eens meer opgehaald. Mm-hmm.